Dit is deel G van les 2 en handelt over samengestelde buiging met druk, namelijk in het gebied 2a en 2b. Samengestelde buiging met druk komt voor eigenlijk in alle gebieden behalve het gebied 1a trek. In het gebied 2a beschouwen we een situatie in het gebied 2a. We hebben een rechthoekige doorsnede die gewapend is met trek- en drukwapening en belast is met een buigmoment en een normaalkracht. Men kan het buigmoment omzetten door de normaalkracht een excentriciteit te geven E0. Dus we komen dan dat uw buigmoment is gelijk aan E0 mal ND. Dus uw uitwendige belasting is vervangen door de normaalkracht N die je in het begin had, maar met een excentriciteit E0. Dus MD-ND wordt omgezet in ND-E0 ten opzichte van het zwaartepunt van uw doorsnede. Nu gaan we de doorsnede berekenen zoals een rechthoekige doorsnede enkelvoudige buiging. Het is te zeggen, we gaan de tabellen 4, 2, 3, 7 die we normaal daarvoor gebruiken, ook gebruiken voor deze berekening, mits een kleine truc. We gaan namelijk voor het berekenen van mu d, gaan we het buigmoment toepassen die gelijk is aan nd mal e1. Dus we nemen het buigmoment ten opzichte van de getrokken wapening. Dus e1 is de excentriciteit ten opzichte van de getrokken wapening. Dus e1 is e0, de oorspronkelijke excentriciteit van het buigmoment, plus de halve hoogte, min het zwaartepunt van de trekwapen. Dus md voor het bepalen van mu is e1 mal nd. Dan krijgen we hier het rekdiagram, we krijgen daartegenover het spanningsdiagram, en dan, zoals we gebruikelijk doen, de krachten. Dus wat is bijkomend, is de kracht hier in de drukwapening, is AS2 en sigma S2. Voor de rest blijft alles identiek gelijk. We gaan nu eens kijken naar een translatie-evenwicht. Actie ND is gelijk aan reactie. En de reactie in beton is de drukkracht in het staal, de drukkracht in het beton, min de trek in het staal, in de trekwapening. ND, dat blijft. De drukkracht in het staal is dan AS2 mal sigma S2. De drukkracht in het beton is psi bx fcd. En de trekkracht in het staal is AS1 sigma S1. Wanneer we dit nu een klein beetje herschikken, we brengen deze over naar het andere lid, en we herschikken dit, dan krijgen we deze vergelijking. We gaan kijken naar het rotatie-evenwicht. Het rotatie-evenwicht rond de trekwapening is dus ND mal E1, is dus gelijk aan psi bx fcd mal de hefboomgang, d min delta gx, plus de componenten van de drukwapening AS2 sigma S2 mal d min d1. Beschouw nu een eerste geval waarbij dat AS2 gelijk is aan 0. Dan herleidt de eerste vergelijking zich tot deze vorm. En dit is een zeer herkenbare vorm, want indien dit hier AS is, dan krijgen we gewoon sigma SAS gelijk aan psi bx fcd. Dat is een horizontaal translatie-evenwicht van enkelvoudige buiging. Dus we kunnen de tabellen van enkelvoudige buiging gebruiken, mits de wapening die we uitkomen gelijkstellen aan AS1 plus ND sigma S1. En hetzelfde geldt hier voor de vergelijking van het buigmoment, ND mal E1. Als we dit MD noemen, dan kunnen we dus onze tabellen gebruiken, want dit is precies de formule van enkelvoudige buiging. Dus we passen de tabellen toe zoals we dat gebruikelijk doen, met die verstande dat het buigmoment om ND te bepalen, of om mu d te bepalen, gelijk is aan ND mal E1, en dat de wapening die we uitkomen gelijk is aan AS1 plus ND gedeeld door sigma S1. Men kan dan het volgende
protocol volgen voor de berekening van de wapening. Indien er geen drukwapening is, of indien men de drukwapening verwaarloost, dus dan is AS2 0, dan start men met het bepalen van de excentriciteiten. Door E0 is gelijk aan MD gedeeld door ND. MD is het uitwendige buigmoment. EE is gelijk aan E0 plus HO2 min D1. Daarna berekent men het gereduceerd moment. En het gereduceerd moment gedefinieerd als ND-E1 gedeeld door BD kwadraat FCD. Nu, ND-E1 en niet MD. Dus niet het buigmoment, niet MUD, het gereduceerd buigmoment, bepalen via MD, maar via ND-E1. We gebruiken tabellen 4237, bepalen de wapening AS via omega of via XI. En we bepalen eveneens de spanning sigma S1. Dan berekenen we de gecorrigeerde wapening, want we moeten onze wapening corrigeren. En de wapening die we dan uiteindelijk uitkomen, is de wapening die berekend is uit die tabel 4237, min de normaalkracht gedeeld door sigma S1. En hier ook sigma S1, de spanning die we in onze wapening bekomen hebben via de tabellen. Dus je ziet dat de samengestelde buiging eigenlijk een besparing geeft op uw wapening, op uw trekwapening, met een waarde gelijk aan uw drukkracht gedeeld door de staalspanning. Dit is een vrij logische uitkomst. Indien je nu wel rekening houdt met de drukwapening, dan is hetzelfde protocol weer. Je begint met uw E0 te bepalen ten opzichte van het uitwendige buigmoment, daarna met E1. Je bepaalt MUD ten opzichte van ND-E1 en je checkt of MUD groter is dan MU-limiet. Is dat zo niet, dan verwaarloos je de drukwapening en reken je gewoon verder zoals het voorgaande protocol. Indien je dus een zekere MU-limiet gekozen hebt en MUD moet groter zijn dan die MU-limiet of MU-limiet moet kleiner zijn dan MUD, dan vul je hierin die MU-limiet die je daar gekozen hebt. Dus uw wapening, AS2, uw drukwapening, is dan gelijk aan MD min mu-limiet BD kwadraat FCD gedeeld door deze term. MD is hier gelijk aan ND mal E1. Niet vergeten, dit kan nog tot verwarring leiden, want het is hetzelfde symbool als wat daar staat, maar het is een andere buigmoment. We kiezen nu A2 aan de hand van de voorgaande formule. We kiezen A2 die groter is dan dit. We berekenen het gereduceerde moment mu n, zoals bij samengestelde buiging, zoals bij buiging met dubbele wapening, met trek- en drukwapening. We bepalen uit de tabellen de wapening ASN en daaruit volgt dan ASC. En we berekenen vervolgens de gecorrigeerde trekwapening, dit is ASN plus ASC, zoals bij dubbel gewapende doorsneden. En we trekken onze bonus daar terug van af te wijten aan de normaalkracht. We kunnen dit nu eens toepassen op een voorbeeld en ik zal daarvoor formulier F4 gebruiken. We beschouwen een doorsnede van 600 op 300 mm die belast is met een buigmoment van 300 kN en een normaalkracht van 700 kN. We gaan eerst de wapening bepalen door veronderstellen dat er geen drukwapening is. We bepalen E0, die gelijk is aan buigmoment gedeeld door normaalkracht, is 429 mm, en daarna E1, en E1 bedraagt 659 mm. Nu, om E1 te bepalen heb je D1 nodig, dat is het zwaartepunt van de trekwapening. Het zwaartepunt van de trekwapening is hier gezet op 70 mm. Dit wil dus zeggen dat we ervan uitgaan dat we een diameter 20 gaan gebruiken. Als dat zo niet is, moeten we de oefening opnieuw doen en dan met de correcte diameter hier invullen. Dus 659 mm. Dit geeft u grafisch weer waar we aan toe zijn. Dit is de middenlijn van uw doorsnede. De wapening bevindt zich op de tussenafstand van de wapening is 530 mm van de twee wapeningslagen.
De E0 is 429 en E1 is 659 mm. Als je zo een tekeningetje maakt, dan is het gemakkelijker om u te herinneren hoe je E1 moet berekenen. Namelijk E1 is altijd gelijk aan E0 plus H op 2 min D1. Dus door middel van zo'n tekeningetje is het eenvoudiger om de formule te herkennen. Mn is dan nd mal e1 en mu n is dan gegeven door mn gedeeld door bd kwadraat fcd. Dus hier, die m is de mn en zeker niet de 300 kN van het buigmoment, het solliciterend buigmoment. Dus mu n is 0,322. We gaan naar tabel 4237. We vinden omega en de wapening, de spanning in de trekwang is 435 megapascal. Dan is de wapening vertrekkend vanuit omega. Is dan de wapening gelijk aan dit, dat is ASN, min onze bonus, namelijk die ND gedeeld door de spanning. En de spanning is dit. Dat geeft ons 910 vierkante millimeter of 3 diameters 20. Gelukkig, we zijn vertrokken met een diameter 20 en we eindigen met een diameter 20. Indien dit niet het geval is, dan moesten we opnieuw de oefening maken met de gecorrigeerde D. Maar meestal maakt dat maar heel weinig verschil uit. Nu kunnen we de oefening opnieuw doen, maar dan met drukwapening. Nu, om een drukwapening te kunnen berekenen, heb je een mu-limiet nodig. Dus je hebt een soort richtwaarde nodig waartegen u gaat richten. Hier hebben we geen reden van rotatiecapaciteit of iets anders. Het is niet opgelegd, is misschien ook niet nodig. We weten dat hier niet. Je gaat dus, als je toch die drukwapening in rekening wilt brengen, een drukwapening AS2 kiezen, zodanig dat mu n redelijk is. Dus je hoeft daarom niet noodzakelijk een mu n te gebruiken die rotatiecapaciteit weerspiegelt of iets dergelijks. We berekenen onze E0 en de E1. Mn berekenen we, zoals we vorige keer gedaan hebben. En dan berekenen we mu n. In mu n komt die AS2 in voor, dat is je drukwapening. Dus we hebben hier 226 gekozen, zodanig dat die mu n nog redelijk blijft. Dus je mag hier geen AS2 kiezen, zodanig dat groter wordt dan NDE1, want dan wordt mu n negatief. Dus mu n negatief, dat kan niet. Dus je moet altijd hier een AS2 kiezen, zodanig dat hier nog een positief getal uitkomt. En we hebben hier aangenomen sigma S2 is 435. Indien dat zo niet is, moeten we opnieuw itereren. We gaan naar tabel 4237, we vinden omega uit en sigma S is 435. Dus gelukkig, dit is goed, anders moesten we gewoon hier dat cirkeltje opnieuw doen. En ASN is 2203 vierkante meter. Dus mu n 0,29, we hebben de xi bepaald, en xi bepalen we om de rek epsilon S1 te bepalen, en we zien epsilon S1 is meer dan 2, dus het staal vloeit, en sigma S1 was dus 435, en we zitten dus goed. Was dit niet het geval, dan moesten we onze berekening opnieuw doen, met de juiste waarde van sigma S1. Sigma S2, met de hand van gelijkvormige driehoeken, staal vloeit ook. Dus ASC is dan gelijk aan AS2, is 226 vierkante millimeter. En dus uw wapening is de som van de 2 min de bonuswapening. En dat komt uit op 820 vierkante millimeter. En dit komt op hetzelfde neer, ook 3 diameters 20. Controle van de balkbreedte nog. Je gaat totale balkbreedte controleren om te zien of wel al uw staven in één laag erin kunnen. En dit is het geval. Je ziet hier dat de trekwapening kan je 3 diameters 20 beschouwen, of je kan ook gaan naar 2 diameters 25. Maar je ziet dat dit meer is 2 diameters 25 en 2 diameters 20 is te weinig. Dus vandaar die 3 diameters 20, niettegenstaande dit toch wel een groot verschil is.
Om het goed te doen, zou ik hier verschillende diameters moeten gaan combineren. Gebied 2b. Daarbij in gebied 2b is druk overwegend. En omdat druk overwegend is, gaat men alles uitdrukken niet ten opzichte van d, maar ten opzichte van h. Men drukt het uit ten opzichte van de totale hoogte van de doorsnede. Dus delta t, normaal delta, of delta 1, is de ligging van de trekwapening d1 gedeeld door d, dat is delta 1. Maar delta t1 van total, delta t1 is gelijk aan d1 gedeeld door h. Dus alles wordt uitgedrukt ten opzichte van de totale hoogte. Dus hetzelfde voor xi. Xi is normaal x over d, maar xt is gelijk aan x over h. Dat is wanneer druk overwegend is, gebruiken we deze formulering. En ook delta t2 is d2 over h. Nu kan men altijd, het is altijd hetzelfde principe, men gaat namelijk tussen die rekken, of stuiken moet ik hier zeggen, maar ik gebruik die twee door elkaar. Tussen al die rekken gaat men nu een verband leggen door middel van gelijkvormige driehoeken. Met een beetje gespeel komen uit tot deze betrekking. Dus epsilon S1 en epsilon S2 kan men op die manier uitdrukken. Bovenaan, uw maximumstuik van beton blijft epsilon Cu2, dat is dus een vast punt. Enkel die twee kunnen variëren. Epsilon S1 varieert van 0 tot, tot iets kleins. Epsilon S2 is meestal groot, omdat die heel kort bij epsilon Cu2 hangt. Dus dat is zeer interessant om te weten dat bij gebied 2b sigma s hier bijna 0 gaat zijn en hier sigma s 4,35 gaat zijn. Dan indien men teruggaat naar de rekdiagram, vanuit het rekdiagram naar de spanningen gaat, van de spanningen naar de krachten, we gebruiken altijd dezelfde symbolen. Met dat verschil nu, dat aangezien de normaalkracht overwegend is, zal die excentriciteit ten opzichte van die normaalkracht klein zijn. Dat moet wel, want het merendeel van de sectie is volledig gedrukt. Tot onder de wapening zal die sectie gedrukt. Dus er is geen trekwapening meer als dusdanig. Dus op dat ogenblik is E0, bevindt zich ongeveer daar, hè, met ND daar. In de vorige... In het gebied 2a was onze E0 veel hoger. Goed, dan doen we hetzelfde mechanisme. Het horizontaal translatie evenwicht, actie gelijk aan reactie. En we gaan nu een rotatie evenwicht uitdrukken ten opzichte van de drukwapening. Omdat druk overwegend is in 2b, doen we een rotatie rond de drukwapening. ND maal E2. Bij het gebied 2a doen we, omdat druk daar niet overwegend is, doen we een rotatie evenwicht rond de trekwapening. Dat is het grote verschil tussen beide. Dus NDE2 is dan natuurlijk gewoon uw kracht in uw beton, maal de hefboomsarm. De hefboomsarm is die afstand delta gx min de ligging van uw drukwapening, min delta 2. En dan de bijdrage van uw trekwapening is dan natuurlijk d min d2. Want deze ligt op een afstand d en ik moet er nog d2 van aftrekken, omdat ik de evenwicht uitdruk ten opzichte van de drukwapening. E2 is gelijk aan h op 2, als je kijkt naar de tekening, is gelijk aan h op 2 min e0 min d2. Dus daar is die e2. En E0 is M0 op ND. MD op L, M, MD over ND. Dan breken we mu D uit. Mu D ten opzichte van ND E2. En mu D is dan gelijk aan psi, xi t delta g xi t min delta t2. Je ziet hier die t verschijnen, hè, wegens die vernieuwde definitie. Het protocol is dan als volgt. Bepaalde excentriciteiten E0 en E2.
We doen een eerste iteratie. We hebben gezien sigma S1 is nagenoeg 0, dus we zullen best vertrekken met sigma S1 is 0. Dat betekent dat mu D1 gelijk is aan NDE2 gedeeld door BA kwadraat FCD. H kwadraat staat daar, geen D kwadraat. Dat is een beetje de catch. Dus mu D1 in uw eerste iteratie is sigma S1 0 en dan is het gelijk aan deze waarde. We gaan dan kijken naar wat is psi en delta G. En als je de algemene formule bekijkt van mu d en je gaat die gewoon uitwerken, dan krijg je een vierkantsvergelijking in xi t. En als je die oplost, dan krijg je xi t is gelijk aan dit. Dat is gewoon een herwerking van deze formule. Dan kan je xi t bepalen en dan bereken je de stuik of de spanning in het staal aan de hand van die gelijkvormige driehoeken. Maar je hebt nog een aantal variabelen te veel, namelijk uw delta T1 en delta T2, die ken je eigenlijk niet. Hè? Maar men gaat die meestal gelijk gebruiken. Dus namelijk de betondekking is bovenaan gelijk aan de betondekking onderaan. Dus in de meeste gevallen is die gelijk. We gaan dat ook ons leven niet moeilijker maken dan dat al is. We gaan dus gewoon delta T1 gelijkstellen aan delta T2. We berekenen de staalspanning. Altijd kleiner dan FID natuurlijk. En daarna bepalen we de drukwapening. Nu, we hebben te veel variabelen. Dus je hebt AS1 en AS2. Er zijn dus oneindig veel oplossingen. Combinaties mogelijk van AS1 en AS2. Dus voor dergelijke doorsneden waarbij dat de drukkracht overwegend is, in het gebied 2b en zeker in het gebied 3, gaat men heel vaak aannemen dat AS1 gelijk is aan AS2. Dus de wapening, bovenwapening en onderwapening is gelijk. Dus AS1 gedeeld door AS2 is gelijk aan xi. En met die xi, is dus als die wapening gelijk is, is xi gelijk aan 1. Je kan hier ook een ontwerpvraagstuk hebben waarbij je bijvoorbeeld wilt dat de trekwapening dubbel zo groot is als de drukwapening. Of omgekeerd. Maar in de meeste gevallen nemen aan dat die wapening gelijk is. Dus xi is 1. AS2 is dan gelijk aan deze formule. En hier komt die xi in tevoorschijn. Het is gewoon een manier om te gaan met te veel variabelen in uw vergelijking. Nu heb je die twee herleid tot één enkele. Dan doet men een tweede iteratie, maar je ziet hier die tweede iteratie. Sigma S1 is nu niet meer gelijk aan 0. We hebben die uitgerekend, er komt een zekere waarde uit. Dus die tweede iteratie op MD is niet NDE2 gedeeld door BA kwadraat FCD, maar gecorrigeerd met die term. Dat komt gewoon omdat die sigma S1 verschillend is van 0. Vervolgens gaat men de xi t gaan bepalen en de psi en de delta g komt uit tabel 4237 met deze mu d. Men gaat dan opnieuw de rekken gaan bepalen en uit de rekken bepaalt men de spanningen. En dan gaat men weer controleren indien die spanning sigma S1 voldoende is. En dan krijgt men de drukwapening AS2 in de tweede iteratie en weer om met de correctiefactor of met de factor xi. Nu, het gebied 2b werkt dus met de definitie van xi t, dus die werkt met de totale hoogte in plaats van met de nuttige hoogte. We moeten dus wel degelijk weten voor men de berekening start in welk gebied zit men. Want indien men formules toepast buiten dit gebied, dan zijn de berekeningen niet correct. Of itererende berekeningen niet. Dus wat hebben we hier gedaan? Hier hebben we de linkergrens weergegeven van het debiet. Dus mu d wordt gegeven, is een functie van delta t. Delta t is gewoon delta t1 gelijkgesteld aan delta t2. Dat is dus gewoon de ligging van het zwaartepunt van de wapening, zowel in druk als trek. Dus de limiet is een functie daarvan. De linkerlimiet, de rechterlimiet van mu d, is gegeven door dit. Dus als je je mu d uitrekent, moet je eerst de linkerlimiet van mu d uitrekenen, dan de rechterlimiet van mu d uitrekenen.
En dan moet je zien dat die mu d daartussenin ligt. Is dat zo niet, dan zit je niet in het gebied 2b en moet je overschakelen naar een ander gebied. Aan een voorbeeld doen, formulier F5. We krijgen een ligger met een buigmoment 320 kN en een normaalkracht van 2900. Je ziet hier toch al van in het begin dat die normaalkracht bijzonder overwegend gaat worden. Voor het gemak nemen we aan dat het zwaartepunt van de wapening zowel in druk als trek op 70 mm ligt. In principe weet je dat niet en moet je iedere keer itereren tot het correct is. Maar voor het gemak hebben we die nu op 70 mm gehouden. Dus bepaal de wapening ASI, trek en druk, in diameter en aantal. Maar de onderwapening moet gelijk zijn aan ongeveer anderhalve keer de bovenwapening. Dus dat wil zeggen, men wenst hier toch, omdat er buigmoment aanwezig is, wensen we hier een zekere hoeveelheid wapening te hebben en die moet anderhalve keer de bovenwapening zijn. We gebruiken formulier F5. We weten dat delta T D1 over H is, 70 over 600. We kijken naar de linkergrens van het gebied, door deze formule gegeven, die is 0,179. We kijken naar de rechtergrens van het gebied, die is 0,242. Daarna hebben we dus gestart met een startwaarde van staal sigma S1. We hebben die gelijk genomen aan 100. Je kunt ook 0 nemen, je kunt iets anders nemen. We zijn hier vertrokken aan 100. Maar een groot getal moet je hier niet invullen. Het beste is hier om een klein getal in te vullen. We berekenen E0, dan de E2, dan mu D1, de eerste iteratie. Dat komt omdat sigma S1 0 is. Nu, hier hebben we 100 als sigma S1 ingevuld. Dus eigenlijk zou die correctiefactor hier al kunnen aan toegevoegd worden. Maar in de eerste iteratie laten we dat weg. Om te kijken waar dat we terechtkomen. Dus hier is mu D1... NDE2 gedeeld door BH kwadraat FCD en ik zie dat mu 0,189 is. Dus 0,189 bevindt zich hier tussen. We zitten op dit moment nog oké. In de zin van, we bevinden ons in het juiste gebied, namelijk gebied 2B. Vervolgens berekent men delta T bij de eerste iteratie en epsilon S1. Uit tabellen halen we psi. En delta G. Dit is nu de eerste iteratie doorlopen. De xi was hier anderhalf. En we zien, voordat we eigenlijk verder zouden moeten gaan, dat sigma S1 hier 15 is. Dus eigenlijk, als je dit doorgerekend hebt, stop je hier. En ga je terug om daar 15 in te vullen. Je berekent dat verder. Hier in deze tweede iteratie heb je natuurlijk NDE2 gecorrigeerd met die sigma S1, die anders is, en de AS1. Nu, voor de duidelijkheid, wanneer je je eerste iteratie doet, dan heb je daar geen correctie op toegebracht. Nochtans heb ik gezegd, sigma S1 is 100, niet 0. Als je naar deze formule kijkt, dan zou je hier 100 kunnen invullen, maar je hebt AS1 nog niet. Dus je moet eerst AS1 van je eerste iteratie hebben. Die AS1 van je eerste iteratie bevindt zich hier. Dus je moet sowieso die iteratie doorlopen. Dit is de reden waarom dat je bij je eerste iteratie mu d als dit beschouwt, zonder die corrigerende factor. Dan heb je AS1 en dan kan je bij de volgende iteratie, met sigma S1 gelijk aan 15, kan je mu d berekenen. Nu moeten we weer gaan controleren. Mu d is nu 0,181. Hij bevindt zich nog tussen de 0,179 en de 0,242. Dus we zitten nog in het gebied 2b. Het kan gebeuren dat men hier terechtkomt in een ander gebied. En dan moet je van formulier veranderen. Moet je dus van gebied veranderen. Dan doen we opnieuw de berekening verder door. En we zien dat sigma S1 8 is, in plaats van 15. Dus we zitten in de goede richting. Hier heb ik een beetje een stap overgeslagen. Normaal zou ik daar opnieuw 8 invullen. Dus ik heb hier 10 ingevuld. Daar is 10. En dat is de juiste wapening. Dus we zien nu
dat de wapening, het is dus geïtereerd op sigma S1, en je ziet ook dat die sigma S1 klein is. Hier is wel met 100 vertrokken, maar sigma S1 is heel vaak een klein getal. En je ziet dus, dat is de wapening, en we hebben die omgezet in diameters, namelijk de drukwapening 3 diameters 16 en 3 diameters 20, en de trekwapening in 3 diameters 20 en 3 diameters 25.